natuurlijk echt een drama. Ik weet niet eens wat hier allemaal gebeurt. Oh my god, zo mooi. I love it. Hallo mensen, welkom terug bij weer een nieuwe video op het YouTube kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina en misschien ken je me wel van mijn eigen YouTube kanaal, namelijk Christina K. En Happy New Year, oh mijn god, 2022. Ik hoop dat iedereen een hele fijne jaarwisseling heeft gehad en fijne feestdagen heeft gehad. Ik vind het eigenlijk altijd wel heel moeilijk om weer naar alle feestdagen terug te komen in mijn normale leven. En deze video, vandaag, sowieso vandaag de hele dag, gaat mij daarbij helpen. Ik ga namelijk vandaag een beetje opruimen en daarmee hoop ik jullie ook te motiveren en te inspireren om hetzelfde te doen. Want ik denk dat dat een hele goede manier is om ook even je mind op te ruimen en even weer met een soort van frisse start tegenaan te gaan. Ik ben natuurlijk bij Action geweest en ik heb een paar bakken gekocht, want ik mis dat heel erg in mijn kast. Ik ga mijn kast vandaag aanpakken. Nou, ik zou echt liegen als ik zou zeggen dat ik vandaag niet echt al 3 uur heb besteed om de kamer überhaupt op te ruimen. Want ik heb het echt zo rommelig laten worden. Dat is niet normaal. En mijn kast eigenlijk net zo. En die ga ik vandaag dus even aan jullie laten zien. Maar ik ga eerst aan jullie laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Dat staat hier achter mij. En wat ik ermee van plan ben. Dus ben je benieuwd? Blijf dan gezellig even kijken. Doe je duimpje omhoog. En abonneer ook even op het kanaal van Action Nederland, want dan mis je geen enkele upload. En laten we snel gaan beginnen. Oké, ik heb hier echt 2 enorme tassen vol. Ik vind wel dat ze het echt super goed hebben ingepakt voor mij. Want ik was echt even bang. Ik had echt verwacht dat ze 6 tassen aan mij zouden geven. Maar ze hebben het super netjes ingepakt. We kunnen helaas natuurlijk nog steeds niet naar de winkel. Maar we kunnen wel klikken en collecten. Dus dat is ook precies wat ik heb gedaan. Zoals ik al zei, heb ik dus allerlei dingetjes voor in mijn kast. En ik begin met kledinghangers. Deze kledinghangers van Action gebruik ik echt al heel lang en heel erg graag. Wat ik hier zo fijn aan vind is dat ze velvet zijn. Kijk, zie je dat? En dat zorgt ervoor dat de kleding er dus niet van afschuift. En dat vind ik heel erg fijn. Ik heb ook plastic hangers in mijn kast hangen. Die wil ik allemaal weg, want het irriteert me maatloos. Want al mijn kleding vliegt er vanaf. En bij deze blijft ze altijd heel goed zitten. Ik moet nog heel even het bonnetje zoeken. Volgens mij zit het in de tas, zei hij. Dus als ik het bonnetje heb gevonden, zeg ik even hoeveel alles kost. Oh, ik zie hem al. Jongens, ik zie hem al. Oké, de kledinghangers zijn €2,99 per stuk. En dan heb je dus 10 kledinghangers. Deze mandjes zijn €1,26 per stuk. En dit is hoe groot ze zijn, of eigenlijk hoe klein ze zijn. Ik heb nog niet helemaal een duidelijk idee wat ik hiermee wil. Misschien dat ik het voor mijn ondergoedlaag ga gebruiken. Want daarvoor heb ik ook de kleinere mandjes. Want ze zijn niet zo hoog. En mijn ondergoedlaag is ook niet zo hoog. Dus misschien dat ik het daarvoor ga gebruiken. En anders ergens anders voor. En dan... Hey, heb ik hier 3 van besteld? 4? Oh, hier heb ik er 4 van. in ieder geval. Oh ja, ja, ja. Ja, ze zijn namelijk niet zo heel groot. Kijk, je hebt hier 1 bak en een deksel. En wat ik hiermee wil doen, ik heb zeg maar hele hoge kasten, dus ik kan ook best wel hoge dingen gaan bewaren. Dus een soort mini zolder van mij. Maar het lijkt me dus super handig om hier bijvoorbeeld mijn zwemkleding in te doen, want dat gebruik ik nu niet. En hier bijvoorbeeld die grote handdoeken die ik dan meeneem als ik bijvoorbeeld naar het strand ga en zo. En dan heb ik dat zo mooi opgeruimd en hoef ik er nu niet naar te kijken. En als het dan zomer is, dan kan ik zomerkleding hier vandaan halen en bijvoorbeeld dikke truien hierin doen ofzo. En dan is dat mijn kleine zolder. Dus hier heb ik er 4 van. Ze kosten €2,49 per stuk. En dan heb ik nog 4 van deze manden. En jullie zullen straks zien, maar ik heb mijn kast vol met manden. En deze leek me echt ideaal. Ze zijn lekker groot. Past lekker veel in. En hier lijkt het me dus nu heel handig om truien in te doen. Ik hang nu mijn truien op. Ik heb ook echt belachelijk veel kleding trouwens. Maar ik vind dat dus niet handig. Want ik kan het net zo goed gaan opvouwen en zo opbergen. En dan heb ik hangruimte voor dingen die echt opgehangen moeten worden. Zoals blouses en dat soort dingen. Deze kosten €3,99 per stuk. Dus dan ga ik nu aan jullie laten zien hoe mijn kast eruit ziet. En wat ik dus allemaal mee van plan ben. En dan geef ik jullie ook meteen een voorbeeld. Het is veel. Het is rommelig.
bereid je voor. Oké, we hebben hier mijn enorme kast. Sorry trouwens voor de lampen. Ik heb heel veel spiegels in mijn kast. Dus ik kan er even niet omheen. En in deze donkere tijden heb ik het echt nodig. Maar goed, we gaan even de eerste helft, wou ik zeggen, maar kwart openzetten. En dit is hier de before van. Dit valt op zich wel mee. Kijk, ik heb helemaal Marie Kondo stijl ooit dit geprobeerd op te ruimen. Niet super netjes, maar werkt voor mij. Alleen, ik heb hier te weinig van. En ik gebruik deze manden ook ergens anders voor. En dat wil ik eigenlijk niet meer doen. Dus ik wil die manden zoveel mogelijk vrijmaken. Zodat ik dit helemaal daar mijn kleding in kan doen. Kijk, dit zijn weer truien. En daar kan ik dan die grotere manden van Action voor gebruiken. Dus dit is voor de rest, valt dit mee. En kijk, ik heb daar nog lege ruimte. Dus daar kan ik bijvoorbeeld de zwemkleding en dat soort dingen in kwijt. Nou, dan heb ik nog deze kant. En hier hoef je op zich niet naar te kijken. Ik heb heel veel PR dingen hierin zitten. En camera spul, dat maakt verder niet uit. Hangers. Kijk, zie je dat? Heel veel zwarte hangers. Die wil ik eigenlijk allemaal weg. En truien zoals dit. Nou, dat is dan een vest. Maar zoals dit bijvoorbeeld wil ik hier eigenlijk weg. Want het is natuurlijk super super vol. Ik weet niet eens wat ik daar heb. En daar heb ik wederom lege ruimte. Want ik ben ook heel klein. Ik kom daar ook niet echt bij. Nou, dit is natuurlijk echt een drama. Ik weet niet eens wat hier allemaal gebeurt. Maar hier heb ik dus heel veel sportkleding. Echt enorm veel sportkleding. En die wil ik ook in die manden kwijt. Dit moet hier sowieso weg. Echt studiolampen, paraplu's. Geen idee wat dit allemaal is. En dit is hoe dat verder eruit ziet. Kijk, daar heb ik allemaal van die baddoeken en nog tassen die ik niet gebruik. Maar dat kan beter in zo'n doorzichtige mand dan zo. En kijk, als ik dit dan vrij heb, dan kan ik dit weer gebruiken voor andere kledingstukken. Want ik heb dus heel veel kleding. Ik heb natuurlijk ook heel veel kastruimte. Maar geloof het of niet, dit is ook allemaal schone was. Ik kan het nergens kwijt. Maar er komt nog meer schone was aan. En dit moet gewoon even beter ingedeeld. Want de ruimte heb ik wel. Alleen ik besteed het dus heel erg verkeerd. Waardoor het toch echt een rommeltje wordt. En ik vind het heel fijn om zo met die bakken te werken. En dan heb ik hier weer enorm veel van die hangers. Die niet handig zijn. Dus die moeten ook weg. Ik wil als eerst even laten zien waar ik het meest trots op ben. Dat is hoe mijn truien er nu uitzien. Oh my god. Zo mooi. I love it. En kijk, hier kan ik gewoon makkelijk bij. Daarom heb ik ook zo'n mandensysteem. Want dan kan ik het er compleet uithalen. En dan kijken wat ik aan wil. Dit vind ik echt prachtig amazing. Hier ben ik echt zo blij mee. Deze manden zijn er ook echt perfect voor. Oké, dit is de eerste kwart. Dus daar heb ik bikinis en zo. En die grote handdoeken heb ik daarin. En ik zou daar eventueel nog een handdoek in kunnen doen. Maar die heb ik niet eens. Trui, trui, trui. Heel veel truien. Dit is eigenlijk hetzelfde gebleven. Dan, zoals je ziet, alle hangers zijn hetzelfde. Ze zijn allemaal verwisseld. Daar ben ik zo blij mee. En hierboven heb ik de ruimte ook gebruikt. Daar heb ik allemaal sjaals in zitten. En hier heb ik dus rokjes in. Die heb ik uit die helft gehaald. Heb ik hierin gedaan. En ik heb hier trouwens nog een klein mandje van. Dus die ga ik hier neerzetten. Maar die moet ik nog uit mijn ondergoed laten halen. En dan heb ik dus op deze manier meer ruimte gecreëerd. Rokjes draag ik niet zo heel veel. Dus ik vind het niet erg als het daar is. Dan mijn sportkleding hierin. Vond ik trouwens echt, echt ideaal. Kijk hoeveel shirts ik heb. Maar kijk hoe mooi dit eruit ziet. Dus dit vind ik ook echt fantastisch. Alleen, ik heb dit niet heel goed ingecalculeerd met mijn kast. Want ik hoopte dat het bovenop elkaar hierin paste. Maar paste niet. Dus ik heb de tassen die hier lagen, heb ik hierin gedaan. En op deze manier heb ik dat dan opgelost. Maar ik heb daar nog best wel wat door je ruimte. Kijk, daar heb ik nog een schoenendoos. Dus ik zou daar eventueel ook nog een schoenendoos in kunnen doen. Verder heb ik meer manden.
Die is erbij gekomen volgens mij. En die sporttas heb ik naar boven getild. En ik ben er wel over uit. Ik ga deze mandjes gebruiken in mijn ondergoedlaar. Maar het leek me ook zo wat om dat nu helemaal uitgebreid aan jullie te laten zien. Hoe dat allemaal eruit ziet. Dus ik dacht, dat doe ik straks wel als de camera uit is. Maar ik dacht, misschien kan ik het nog ergens anders voor gebruiken. Maar ik denk dat dat meest ideaal is daarvoor. Dus ik heb het even daar neergelegd. En deze kant is eigenlijk het minst veranderd. Ik heb alleen de hangers veranderd. En verder was hier niet zoveel werk aan. En jongens, dit was mijn opruimvideo van vandaag. Ik hoop dat ik jullie in ieder geval geïnspireerd of gemotiveerd heb om ook even aan de slag te gaan. New year, nieuwjaar, schoonmaak, whatever, hoe je het ook wil noemen. En ik ben heel erg blij, want ik heb extra ruimte erbij gecreëerd. Want de mannen die je bijvoorbeeld aan die kant zag, die zijn niet allemaal gevuld. Die kan ik nog lekker vullen. Voor degenen die heel erg teleurgesteld en verdrietig waren dat wij niet meer naar de Action kunnen, snap ik. Maar gelukkig is nog wel click and collect. Zoals altijd raken spulletjes heel snel uitverkocht bij Action. Dus wees er wel snel bij. Je kan het gewoon reserveren op de website en dan bij de winkel bij jou in de buurt ophalen. Super makkelijk. Ze pakken het al voor je in. Je hoeft letterlijk alleen maar af te rekenen. En dan ga je weer met je ingepakte Action spulletjes. Ideaal vond ik zelf. Vooral met van die grotere dingen wat ik vandaag heb gekocht. In ieder geval genoeg gepraat. En vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. En om je te abonneren op het YouTube kanaal van Action Nederland. Want dan mis je geen enkele upload. En dan wil ik jullie nu ontzettend bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!